Bré ontwaakt stilaan uit zijn winterslaap. Vol energie kunnen de activiteiten weer hervat worden. Hoogveld, het bijna 2 hectare grote park, maakt zich klaar voor een mooie zomer. Het park is ongeveer 25 jaar geleden aangelegd en de beplanting was dringend aan renovatie toe. Nu, op dit moment is het een echte ravage. In een eerste fase gaan we 1 deel van het park aanpakken. De beplanting gaat er helemaal uit en we gaan nieuwe beplanting zetten. We gaan dat doen gelijk dat het op het oorspronkelijke plan stond, omdat dat ontwerp heel goed doordacht was. Verder worden ook de paden heraangelegd. Zo wordt het park terug een gezellige ontmoetingsplaats. Wij hopen dat na deze renovatiewerken de mensen weer terug de weg vinden naar dit park en dat het een ontmoetingsplaats wordt voor de bewoners. De barrière was dringend aan renovatie toe. Het geheel moest functioneler. En ze gaan de grote zaal wat vernieuwen. Er komt een nieuwe toog in samenwerking met de brouwer. En komt een verbinding met een klein zaaltje. Er komt een leskeuken. Alles wordt gewoon functioneler, zodat de verenigingen er nog veel beter gebruik van kunnen maken. Ook de sporthal wordt eind deze maand aangepakt. Ze krijgt er een vergaderplaats en enkele kantoorruimtes bij. Het project Stolijk, Malta Millestraat, zit dan weer in de afwerkingsfase. Ondertussen zijn de nutsmaatschappijen de voorbereidende werken aan het doen hier. En als alles vlot verloopt, zullen deze werken eind mei, begin juni afgesloten zijn. Zodat we dan uiteindelijk ook de rotonde helemaal terug kunnen openstellen voor het publiek. Het is een project in de veilige schoolomgeving, dus het tussenbelicht hier. En in die optiek is hier eigenlijk fietspaden te goed aangelegd, voetpaden te goed aangelegd. Voor een veilige schoolomgeving te creëren eigenlijk. Van aanpakken gesproken.